Ja, is dat even genieten met die Carice van Houten. Want nou denken die jongens van die Rebellion, die klimaatkneuzen, die vereniging, die denken dat zij nou die Carice van Houten misbruiken voor hun hele gebeuren. Maar nou is maar de vraag, wie misbruikt wie? En ik denk dat die van Houten, die misbruikt hun. Ja, dat is lollig. Want die gebruikt hun gewoon voor haar eigen publiciteit. Want die was daar nog een uurtje op die A12. En die was zo druk op zoek naar de politie. Oh, waar zijn jullie? Jullie moeten me gauw aanhouden. Ja, hou me aan. En dan zorg ik wel dat er iemand een foto maakt. En dan op die manier. Ah, vrienden, het is toch ook weer genieten geblazen, hè? Met dat hele gebeuren op die A12. Wat een puinhoop. Is het niet bij het Openbaar Ministerie? Is het wel bij de politie? Is het wel bij meneer rechters? Weet ik veel wie waar. Het is één grote puinhoop. Ja. Want zij, ja, die klimaatkneuzen, die bepalen de spelregels. Ja, die zeggen gewoon van, nou weet je, we komen 9 september. Dan gaan we daar, oh, de tijd zeggen ze er ook bij, hè. 12 uur. Dan komen we daar zitten. Nou, en in Den Haag zeggen ze dan ongeveer van, oh nou, dan zullen we de stuk snelweg even vast een beetje schoonmaken voor jullie. Hè? Zodat jullie daar netjes kunnen gaan zitten. Ja, zo gaat het ongeveer. En dan gaan ze daar keurig zitten om 12 uur. Nou ja, dan gaan zij een beetje met, wat noemen ze dan, een waterkanon. Kanon. Ha, dus een beetje sproeien zo op die lui. En die lui een beetje lachen. Oh, oh ja, feest en we hebben plezier. En dan gaan we er een paar wegslepen. Die stoppen we in een busje en die rijden we naar het ADO-stadion. En dan mogen ze weer vrij. En dat is het. En dan zeggen die lui in het stadion, die zeggen dan tegen de politie. Hey, tot morgen. Ja, 12 uur. Dan zijn we er weer. Gaan we weer datzelfde spelletje spelen. Ja. Dan gaan we daar weer zitten. Gaan jullie weer een beetje sproeien. Ja, en een beetje slepen. Dan weer het busje in. En la la la. En dan doen we dat de dag later weer. In plaats dat we daarna gewoon het leger neerzetten. Gewoon, en dat ze er niet meer op kunnen komen. Punt. Want ze kondigen het aan. Zeggen we zijn er morgen weer om 12 uur. Nou, zet daar het leger neer. Zodat ze er niet kunnen komen. Klaar. Nee. Alles met fluwelen handschoentjes. Oh, want ze zijn zo vreedzaam. Nou, het is absoluut niet vreedzaam wat ze doen. Die klimaatkneuzen. Nee, het is provocerend, het is agressief. En ze grijpen in op het dagelijks leven, het dagelijks gebeuren. Dat kan gewoon niet, vrienden. Nee, en dan moet je eens goed opletten, hè, want daar gaat het om, hè. Goed opletten wat er gebeurt als binnenkort de boeren, want die komen natuurlijk weer in opstand vanwege de stikstof. En dan moet je opletten als de boeren naar Den Haag gaan. En dan moet je het verschil kijken. Dan moet je eens kijken hoe dat eruit gaat zien. He? Dat is niet met de trekkers Den Haag in willen. Ho, ho, ho. Nee, we gaan geen kant op. Nee. De boeren mogen niks. Die kant op, Malieveld. Die kant, Malieveld. Ja, maar niet voor onze klimaatkneuzen. Nee, die zijn heilig.